Wat een verrassing, mensen, die twee orgels, te straks die fanfare. Beste vrienden en vriendinnen, hartelijk welkom bij deze avond zingend naar de toekomst. En wat hebben wij vandaag al een waardevolle momenten achter de rug. Van 4 tot 6, misschien was u erbij, het uurtje zingen met elkaar met Lydia van Eck. En van 5 tot 6, het uurtje met een podium voor nieuw talent. De jeugd heeft de toekomst. Hartelijk welkom het Urker Mannenkwartet onder leiding van Gerwin van der Plaats. En het mannenkoor Soli Deo Gloria onder leiding van Jaap Kramer. Henk Doest, Peter Doest en Mark Dekkers. Fijn dat jullie er zijn. Mooie nieuwe liederen deze avond gemaakt door Margreet Ras. Dank Margreet. Hartelijk welkom dominee Klaas van der Sloot uit Nijkerk. Fijn dat u vanavond het gesproken woord wilt doen. Een bijzondere avond deze avond. Hij stond gepland voor 11 januari 2014. De voorbereidingen van Klaas en zijn team waren in volle gang. Joost, er komen wat verrassingen hoor. Je zult niet weten wat je meemaakt. We gaan zingen van de nieuwe toekomst. En toen kwam zondag 5 januari. Klaas ging 's morgens uit preken naar Wilsum. Daarna op verjaardag. En 's middags is het plan uit preken naar Enter. 'S middags voelde hij zich niet lekker. Klaas loopt zelf de trap af, de ambulance in. En dan opeens valt hij weg. Weg. Bij ons vandaan. Weg. Bij Ali en de kinderen en kleinkinderen. Weg. Uit Urk. Weg. Bij het zingen in de zomer. Klaas valt de nieuwe toekomst in. In de armen van zijn Heer en Heiland. Wat heeft hij die wat keren mogen verkondigen? Wat mocht hij dat graag doen? Zaterdag 11 januari werd een bijzondere dag met de afscheidsdienst van Klaas. Klaas, zijn lichaam is gezaaid tot de dag van de wederopstanding. Als Klaas en ik elkaar belden, dan sloten wij het gesprek altijd af met doorgaan. En hier staan wij nu, hier zitten wij nu. Op deze avond van het zingen naar de toekomst. Wij mogen door genade doorgaan. U, jij en ik. Wij mogen doorgaan. Het is genadetijd. Nog wordt de tijd u, jou en mij gegeven. Nog is de Heiland nabij. Wijd hem dan uw hart en uw leven. Want Jezus gaat vanavond heden voorbij. Ik zeg het zoals Klaas het zou zeggen. Lieve mensen, wij mogen zingen. Samen zingen. Staande zingen. Zingend naar de toekomst. Ik wil zingen van mijn Heiland. Van zijn liefde. Wondergroot. Mag u verzoeken te gaan staan. Thank you.
Zoals u weet zijn wij met het zingen in de zomer ook echt familie van elkaar. En daarom willen wij in ons gebed vanavond ook denken aan de familie Vogel uit Veendam. Die met z'n drieën zouden komen deze avond. Maar waarvan de man en vader vorige week is overleden. Hij is thuis. Zuster Vogel en dochter ook hartelijk welkom. En we zullen ook aan u denken in ons gebed. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel, lieve Heer Jezus, Vader in de hemel, dat wij tot u mogen naderen. Vanavond mag de avond zingend naar de toekomst plaatsvinden, op een ander tijdstip dan wij hadden gedacht. U heeft onze voorzitter Klaas de Boer thuis gehaald, thuis in de nieuwe toekomst. Dank u wel voor al het werk dat hij heeft mogen doen als dienstknecht van u. De mensen jong en oud wijzen op het bijzondere verlossingswerk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Vader, wij mogen doorgaan en dat zal ook gaan in uw kracht. We hebben het vaak uit de mond van Klaas gehoord. Daar ligt kracht in het bloed. Kracht in het bloed van het lam. Wilt u zo zijn met Ali en de kinderen en de kleinkinderen en hen dragen de toekomst tegemoet. Vader, we denken ook aan hen die met ons verbonden zijn. Zij die ernstig ziek zijn, moedig hun ziekte dragen. We denken aan hen die onlangs een geliefde hebben verloren. Speciaal de familie Vogel uit Veendam. Nu broeder Vogel ook thuis is, vader. Vader, wilt u hen troosten zoals de goede herder dat kan? We danken u voor alle medewerkers deze avond. Voor hen die een taak hebben. Voor ons allen die meekomen zingen. Vader, wilt u zelf komen met de kracht en de hulp van uw Heilige Geest. En ons inspireren. Ja, samen zingen in verbondenheid. Met hen die ons zijn voorgegaan. Hun is de prijs. De lauwerkrans, de kroon. Toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja, uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanavond, hoe kan het ook anders, is uit Openbaringen 21... uitgekozen door dominee Klaas van der Sloot, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog klaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Ik wens u een hele fijne, zingend naar de toekomst toe.